Arjan van den Berg, directeur van Stockfish Equipment en winnaar van de Autovakkerij 2011 Varta Innovatieprijs. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel Jelle. Een hele mond vol. Ja, we zijn enorm blij met de innovatieprijs. En het sluit fantastisch aan bij de behoefte in de markt voor meer duurzaamheid in de producten die we verkopen. En daar hebben we met Stettelkoni Earthlift natuurlijk een hele mooie aansluiting gevonden. De Earthlift is inderdaad het product waarmee jullie gewonnen hebben. Kun je heel kort uitleggen wat die Earthlift doet ten opzichte van bestaande hefsystemen? Ja, ten opzichte van de conventionele mobiele hefkolom werkt de Earthlift met een regenererend energie-terugwinsysteem. Dus door het voertuiggewicht werkt de motor omgekeerd als een dynamo. En door het voertuiggewicht wordt daardoor dus de olie onder hoge druk teruggespoten in het reservoir. En die dynamo-werking die genereert energie. Die energie wordt opgeslagen in de accu's, in de batterijen. En dat genereert 35% rendementswinst. 35%. En als we dat in euro's uitdrukken, hoeveel is dat dan ongeveer? In euro's laat die berekening natuurlijk meerdere mogelijkheden open. Het is voornamelijk afhankelijk eigenlijk van de manier waarop de kolommen gebruikt worden. Dus als je puur gaat kijken naar echt euro's op jaarbasis, zit de voornaamste winst eigenlijk in de verhoogde efficiëntie. Op het moment dat mensen door kunnen gaan met het werken met de mobiele kolommen, levert dat uurwinst op. Uurwinst vertaalt zich weer in euro's, et cetera. Oké, maar het is dus niet zo dat bedrijven een groot bedrag aan energiekosten besparen? Nee, ze zullen er geen honderden euro's per jaar mee winnen. Maar het is natuurlijk wel zo dat we pas aan het begin staan van deze ontwikkeling. Op dit moment winnen we 35% energie terug, maximaal. Maar in de toekomst zal dat verder uitgebreid gaan worden. Jullie zijn nu alweer bezig met de Earthlift 2.0? De volgende generatie Earthlift is inderdaad alweer in ontwikkeling. Ja, dat klopt. Wat zijn de meer kosten voor een Earthlift met dit systeem? Praat je ongeveer over een 1000 euro voor de kolom ten opzichte van de conventionele kolom. Ja. Dat is 1000 euro per kolom. Je hebt al snel 4 kolommen nodig, denk ik, als bedrijf. Dat betekent dus dat om te besparen, hoeven mensen deze investering niet te doen om financieel te besparen? Zoals gezegd, als het puur gaat om de winst in kilowattuur op jaarbasis, nee, dan zal het zich wat lastiger laten vertalen. Maar nogmaals, praat je over efficiëntie, verhoogd gebruik van de mobiele kolommen, dan praat je wel degelijk ook over een stukje winst dat men kan behalen. En misschien ook wel imago-winst? Zeker, ook. Ja, als je kijkt, de eerste set mobiele hefkolommen is nu in Nederland afgeleverd, de eerste set Earthlifts, aan CITA, de grote afvalverwerker. Die daarmee natuurlijk ook zijn groene imago wil benadrukken. Dus niet alleen recycling van afval, maar ook recycling van energie. Voor wat voor soort bedrijven is dit product interessant? In principe voor alle bedrijven binnen het zware segment. Hè. Dat is het segment waar de mobiele kolom gebruikt wordt. Maar je merkt wel dat met name bij de grootverbruikers en bij de overheden, zoals onder andere ook Defensie bijvoorbeeld, daar vindt juist meer vraag plaats naar dit soort producten. Laatste vraag, hoeveel producten of hoeveel van dit soort Earthlift mobiele hefkolommen denken jullie dit jaar te gaan verkopen? Nou, wij hopen dat we een aantal van tussen de 50 en 100 stuks kunnen gaan halen voor dit jaar. En wereldwijd zijn dat er natuurlijk een heel stuk meer. Ik praat puur over de Nederlandse markt. En wereldwijd? Wereldwijd zijn dat er enkele duizenden, ja. Oké, Arjan van den Berg, hartelijk dank en nogmaals van harte gefeliciteerd met deze mooie prijs.